Amsterdam, wat ben je mooi, maar af en toe is het er ook een bende. De overlast die de rommel in het centrum veroorzaakt, bezorgt veel irritatie bij bewoners en ondernemers uit de buurt. Het is hier ook het probleem dat mensen, als het vuilnisboer net geweest is, komen ze ook naar beneden. Mensen die hier wonen. En dan gaan ze weer vuilnis neerzetten als hij net weg is, als hij geweest is. Die dingen gebeuren ook hier veel. Hè. Dat is, ja, sommige mensen kijken niet zo nauw. Het is hier best lastig af en toe om afval in te zamelen. Het is, de openbare ruimte is heel klein. En wat je nu ziet drijven, dat is afval wat in de gracht is gewaaid. En dat heeft te maken met dat er eigenlijk te weinig capaciteit is van afvalbakken. En wat je dan ziet is dat bezoekers hun afval naast de afvalbakken plaatsen. En dan is er een windvlaag en dan waait het de gracht in. Dat is wel heel jammer. Niet alleen de hoeveelheid afval is een probleem, de verschillende tijdstippen waarop het buiten wordt gezet verergert de overlast. Dat is dus ook een terechte klacht van veel bewoners, ondernemers ook en bezoekers. Is dat het lijkt alsof er heel lang vuilnis op straat ligt. En dat is vaak ook te lang en het wordt ook vaak te vroeg aangeboden. En dat betekent te vroeg aanbieden is dat ondernemers bijvoorbeeld 's nachts sluiten en een vuilniszak alvast buiten leggen. Nou, waarom doen ze dat? Omdat ze eigenlijk binnen geen opslag hebben. Dat denken ook heel veel bewoners. Die moeten 's ochtends naar hun werk of die denken 's avonds ik laat die vuilniszak niet binnen staan. En die worden dus alvast worden die vuilniszakken buiten gezet. Buurtorganisaties hebben de handen in elkaar geslagen en zijn in gesprek met de gemeente over het verbeteren van de afvalverwerking. Ze willen bijvoorbeeld dat de periode waarin het afval wordt opgehaald wordt verkort en dat afval door ondernemingen en bewoners tegelijkertijd kan worden opgehaald, waardoor het aantal vuilniswagens op de grachten daalt en Amsterdam net zo mooi, maar minder rommelig is.